Het Duitse lange afstandsbusbedrijf Flixbus wordt steeds groter en dat is goed voor busbedrijf Lanting in Hogeveen. 70 van zijn mensen heeft busondernemer Nick Lanting inmiddels aan het werk voor Flixbus. In 2014 zijn we begonnen met 2 bussen. Eigenlijk op de route tussen Amsterdam en Hamburg. En binnen een aantal jaren zijn we behoorlijk goed daarin gegroeid. Van 2 busjes met 4-5 chauffeurs erop. Naar dit jaar 23 met meer dan 70. Lanting is op het juiste moment in het Flixbus-avontuur gestapt. Van tevoren hebben we gepolst bij heel veel collega's. En heel veel collega's zagen dat ook gewoon niet zitten. En we hebben het gewoon die stap wel gewaagd. Want wij geloven wel in het concept. En dat concept is simpel. Met zeer comfortabele bussen over lange afstanden reizigers vervoeren. Maar dan goedkoper dan met de trein en het vliegtuig. Lanting rijdt met de lange afstands Flixbussen inmiddels zowel vanuit Groningen, Emden als Willemshaven naar Berlijn. Vanuit Amsterdam zijn er lijnen naar Aarhus, Kopenhagen en München. Vanaf eind juni krijgt Lanting de lijn Amsterdam-Parijs er ook bij. De chauffeurs en de bussen zijn gewoon van hier. Dus door een optimale planning te maken kunnen we de coëfficiënten uitvoeren. Gewoon met de chauffeurs uit Drenthe en Groningen. Voor het gemak pakken we even Amsterdam-Hamburg. Die bus die gaat op 1 dag op en neer van Amsterdam naar Hamburg en ook dezelfde dag weer terug. Dat doen wij vaak een wissel in Groningen. Dus dat betekent dat morgens vertrekt de chauffeur, die rijdt het eerste gedeelte van de rit. En de afloschauffeur die vertrekt vanaf Hogeveen met een auto, gaat naar Groningen toe. Ik heb je mensen al ingezet, die zijn er al. Ja, dat heb ik al gezien. Oké. Stapt als frisse chauffeur weer op, rijdt naar Hamburg toe, gaat weer terug. En s'avonds, als hij weer terug is, stapt hij weer een auto in Groningen. En dan gaat hij weer terug naar Hogeveen toe. En die werkgelegenheid is mooi voor noordelijke chauffeurs. Lanting kan de forse groei niet investeren uit eigen portemonnee en leased, want 1 dubbeldeksbus kost al 4,5 ton. De groei werd gerealiseerd in een economisch lastige periode. Lanting wilde dan ook gebruik maken van de regeling vierkant voor werk. Speciaal bedoeld voor het creëren van banen en stimuleren van de economie in Zuidoost-Drenthe. Maar dat kon niet. Nee, helaas niet. Dat heeft meer mee te maken dat wij in de personenvervoer zitten. En wat blijkt is dat de productiemiddelen die je daarvoor moet gebruiken, moeten vaststaan op 1 locatie. En ze mogen niet kunnen bewegen. Dat is wat lastig met een bus. Ja. Verdere groei wordt verwacht, want Flixbus is nog steeds op overnamepad. Onlangs werd het Zweedse Swebus overgenomen en dat zal waarschijnlijk leiden tot meer verbindingen vanuit Scandinavië naar Duitsland en Nederland.